Wie was echt de eerste mens? Het verbaast je misschien, maar er is nooit een eerste mens geweest. Elk mens had ouders en ook die ouders moeten mensen zijn geweest. Dat geldt ook voor konijnen. Er is nooit een eerste konijn geweest. Evenmin als een eerste krokodil of een eerste libel. Elk levend wezen dat ooit geboren is, hoorde tot dezelfde soort als zijn ouders. Met misschien een paar uitzonderingen, maar die sla ik over. Dat moet betekenen dat elk levend wezen tot dezelfde soort hoort als zijn grootouders en overgrootouders en bedovergrootouders. En zo eeuwig voort. Eeuwig? Nee, zo makkelijk is het niet. Dat zal ik uitleggen en ik begin met een gedachte-experiment. Een gedachte-experiment is een experiment dat je in je hoofd uitvoert. Wat we ons gaan voorstellen is strikt genomen onmogelijk, omdat we daarvoor terug moeten naar de tijd voor onze geboorte. Maar alleen al de gedachte leert ons iets belangrijks. Hier volgt het experiment. Je hoeft je alleen maar voor te stellen dat je de instructies opvolgt. Zoek een foto van jezelf. Neem een foto van je vader en leg hem erop. Zoek daarna een foto van zijn vader, jouw grootvader, en leg daarop een foto van de vader van je opa, je overgrootvader. Die overgrootvaders heb je misschien nooit ontmoet. Ik ken de mijne evenmin, maar weet dat een van hen plattelandsonderwijzer was, een ander dokter. Een ander was bosbouwer in Brits-Indië. En weer een ander een jurist die verzot was op Rome en overleed toen hij op hoge leeftijd een berg beklom. Maar ook als je niet weet hoe de vader van je vader eruit zag, kun je je hem voorstellen. Bijvoorbeeld als een schimmig personage op een vaalbruine foto in een leren lijst. Doe nu hetzelfde met zijn vader, je bedovergrootvader. Blijf de ene foto op de andere stapelen en ga steeds verder terug naar de verre voorouders van je bedovergrootvader. Je kunt ermee doorgaan tot in de tijd toen er nog geen fotografie bestond, want dit is een gedachte-experiment. Hoeveel verre voorouders heb je voor je gedachte-experiment nodig? Nou, met niet meer dan 185 miljoen of zo kom je een heel eind. Niet meer dan? Niet meer dan? Je kunt je een stapel van 185 miljoen foto's maar moeilijk voorstellen. Hoe hoog zou die zijn? Als elke foto als normale aanzichtkaart is afgedrukt, wordt het een toren van zo'n 67.000 meter hoog. Dat is meer dan 180 New Yorkse wolkenkrabbers op elkaar. Te hoog om te beklimmen. Zelfs als er niet zou omvallen, wat beslist wel gebeurt. Laten we dus aan de veilige kant blijven en de foto's naast elkaar op een boekenplank zetten. Hoe lang is die boekenplank? 67 kilometer. Aan de dichtstbijzijnde kant van de plank staat jouw foto. Aan de verste kant staat je 185 miljoenste voorvader. Hoe zag hij eruit? Een oude man met pluizig haar en witte bakkenbaarden? Een holbewoner in een luipaardvel? Vergeet zulke beelden. We weten niet precies hoe hij eruit zag, maar fossielen geven ons een heel aardig idee. Je 185 miljoenste voorvader zag er ongeveer als volgt uit. Ja, dat klopt. Je 185 miljoenste voorvader was een vis. Dat geldt ook voor je 185 miljoenste voormoeder. En dat is maar goed ook, anders hadden ze niet kunnen paaien en had jij niet bestaan. Laten we nu eens langs die 67,4 kilometer lange boekenplank lopen en hier en daar een foto pakken om hem even te bekijken. Op elke foto staat een schepsel van dezelfde soort als de foto links en rechts ervan. Elke foto is ongeveer net als zijn buren. Ze lijken in elk geval ongeveer net zo op elkaar als een opa, een vader en een zoon. Maar als je van het ene uiteinde van de plank naar het andere loopt, zie je aan de ene kant een mens en aan de andere een vis. En daartussen wemelt het van de andere belangwekkende voorouders. Onder andere, zoals we nog zullen zien, dieren die grote apen lijken, dieren die kleine apen lijken, anderen die spitsmuizen lijken, enzovoort. Elk daarvan lijkt op zijn buren in de rij. Maar als je twee foto's pakt die ver uit elkaar op de plank staan, zijn ze heel anders. En als je ver genoeg doorloopt, tref je een vis. Hoe kan dat? Het is niet moeilijk te begrijpen. We zijn gewend aan geleidelijke verschillen die stapje voor stapje, beetje na beetje, samen een grote verandering geven. Je bent ooit een baby geweest, nu niet meer. En als je veel ouder wordt, zie je er weer heel anders uit. Toch gebeurt elke dag hetzelfde. Bij het wakker worden ben je dezelfde als degene die de avond ervoor ging slapen. Een baby wordt peuter, kind, puber, jonge volwassene, iemand van middelbare leeftijd en bejaarde. De veranderingen gaan zo langzaam dat er nooit een dag is waarop je zegt: deze persoon is geen baby meer, maar een peuter. En later komt er nooit een dag waarop je zegt: deze persoon is geen kind meer, maar een puber. Er is nooit een dag waarop je zegt: deze man was gisteren van middelbare leeftijd, maar nu is hij oud. Ons gedachte-experiment wordt daarmee makkelijker te begrijpen. Het brengt ons op via 185 miljoen generaties van ouders, grootouders en overgrootouders terug tot de tijd dat we tegenover een vis staan.
En als we ons omdraaien en de toekomst inlopen, dan zien we wat er gebeurde toen je voorouders vis een vissenkind kreeg, dat een vissenkind kreeg, dat een kind kreeg, dat 185 miljoen steeds minder vissige generaties later jouzelf opleverde. Het ging dus allemaal heel geleidelijk. Zo geleidelijk dat je geen verandering merkt als je 1000 of zelfs 10.000 jaar teruggaat. Want dan ben je pas in de buurt van je 400ste voorouder. Dat wil zeggen, je merkt in die periode wel een heleboel kleine veranderingen, omdat niemand het evenbeeld van zijn vader is. Maar je ziet geen algemene tendens. 10.000 jaar voor de moderne mens is niet lang genoeg om een tendens te kunnen zien. Het voorouderlijke portret van 10.000 jaar geleden wijkt niet af van dat van de moderne mensen, als we afzien van oppervlakkige verschillen in kleding, haardracht en snorrenstijl. Je voorouder zou niet sterker van moderne mensen verschillen dan moderne mensen onderling. Maar hoe zit het met 100.000 jaar geleden, waar je 4000ste voorouder tegenkomt? De verandering wordt nu misschien net zichtbaar. Misschien een iets dikkere schedel, vooral onder de wenkbrauwen. Maar veel is het nog steeds niet. Laten we nog even verder teruggaan in die tijd. Lopend langs het eerste miljoen jaar op de boekenplank blijkt het portret van je 50.000ste voorouder zo verschillend dat er sprake is van een andere soort, die we de Homo erectus noemen. Tegenwoordig zijn we de Homo sapiens, zoals je weet. De Homo erectus en de Homo sapiens konden zich waarschijnlijk niet kruisen. En als ze dat wel konden, zou hun nageslacht waarschijnlijk onvruchtbaar zijn. Net zoals een muildier. Kruising van een ezelvader en een paardenmoeder. Zich bijna nooit kan voortplanten. Waarom dat zo is, zien we in het volgende hoofdstuk. Ook hier ging alles echt heel geleidelijk. Jij bent Homo sapiens en je 50.000ste voorouder was Homo erectus. Maar er heeft nooit een Homo erectus bestaan die ineens een Homo sapiens baby kreeg. De vraag naar de eerste mensen en waar ze woonden is dus niet goed te beantwoorden. Het antwoord is vaag, net als het antwoord op de vraag wanneer je geen baby meer bent en peuter wordt. Op zeker moment, waarschijnlijk minder dan een miljoen, maar meer dan 100.000 jaar geleden, verschilden onze voorouders zozeer van onszelf dat moderne mensen geen nageslacht bij hen zouden kunnen verwekken als ze hen toevallig tegenkwamen. Nou ja, jullie hebben nu een duidelijke uitleg gekregen van mevrouw van Heiningen, die een stukje voor heeft gelezen uit het boek van Richard Dawkins, waarin die heel duidelijk heeft uitgelegd hoe soorten in de loop van de tijd langzaam maar zeker kunnen veranderen. Vraag is natuurlijk, wat is de natuurkracht die die soorten langzaam maar zeker als een soort pottenbakker heeft gekneed tot de vorm die ze heden ten dagen zijn? Over die kracht, de natuurlijke selectie, komen we binnenkort op terug in deel 2.